CER adviseert het kabinet en wij richten ons al heel erg lang op 3 centrale doelstellingen. En de eerste is duurzame economische groei in Nederland. Het tweede is eerlijke verdeling van inkomens in ons land. En het derde is arbeidsparticipatie van zoveel mogelijk Nederlanders. En die onderwerpen die staan vandaag de dag nog als een huis. Maar er is natuurlijk wel een hoop aan de hand in onze economie en samenleving. Denk aan klimaatverandering, we zullen duurzamer moeten. Denk aan digitalisering. Dus er zijn heel veel ontwikkelingen die voor ons als CER betekenen dat we ons echt op de brede welvaart van onze samenleving moeten richten. Dus economische groei, maar duurzaam en ook inclusief, zodat iedereen mee kan doen. Het was mijn eerste maand als voorzitter van de CER in september 2022, toen we een briefadvies over de jeugdzorg behandelden in de Raad. En wat ik daar aantrof was een raad vol met ongelooflijk betrokken mensen die zich enorm veel zorgen maakt over de grote wachtlijsten in de jeugdzorg. Die problemen die worden zo diep gevoeld dat ik het echt heel belangrijk vond dat we daar een signaal op afgaven aan het kabinet. En ik ben ook met dat briefadvies letterlijk in de hand naar staatssecretaris Van Ooyen toegegaan om ook nog kracht bij te zetten. We willen je ook helpen, want de CER adviseert, we signaleren. Maar we trekken onze handen er niet vanaf. En dat is ook graag zoals ik de CER wil zien, dat wij ook commitment hebben om met de politiek samen de problemen op te lossen. Ik merk dat er een heel breed gedeelde urgentie leeft bij iedereen, alle partijen die bij de CER betrokken zijn, maar ook overigens bij alle bewindslieden uit het kabinet die ik spreek, om een aantal vraagstukken aan te pakken. Wat heel belangrijk is, al veel langer, maar zeker ook afgelopen jaar, zijn alle arbeidsmarktadviezen die de CER in het zogenaamde middellange termijnadvies aan het nu zittende kabinet heeft gedaan. Ik heb er hele goede hoop op dat een groot deel van onze voorstellen om wat meer werk- en inkomenszekerheid te creëren voor mensen, om ondernemers mogelijkheden te bieden, om echt naar de toekomst toe te kijken, nou, al die voorstellen die we daarvoor hebben gedaan, ja, dat die de komende periode ook werkelijkheid worden. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een belangrijke verkenning over de woningmarkt uitgebracht. Mensen werken en leven met elkaar, maar dat kan niet zonder ook te wonen. En we weten hoe ingewikkeld het voor iedereen in ons land is om een betaalbare woning te vinden. Maar voor de arbeidsmarkt is dat ongelooflijk belangrijk, want kunnen mensen betaalbaar in de buurt van hun werk wonen of niet? Als je nadenkt over de economie en de samenleving waar we over 10, 20 jaar in willen leven, wonen en werken, dan kun je dat niet doen zonder de volgende generatie daarbij te betrekken. Er zijn dus een hele hoop uitdagingen voor jongeren nu en in de toekomst. En een van onze adviezen is om een generatietoets te implementeren. Waarbij we heel graag willen dat er voor beleidsvoorstellen of grote fondsinvesteringen wordt nagedacht over wat de impact gaat zijn voor verschillende generaties op de lange en de korte termijn. En met name die jonge generaties hebben er baat bij als dat lange termijn denken wordt geïnstitutionaliseerd. Het is best een ingewikkelde tijd. Er verandert technologisch ontzettend veel en heel snel. Klimaatverandering gaat op onderdelen ook sneller dan we dachten en zeker dan we wilden. En de ongelijkheden in onze samenleving die stapelen zich op bij verschillende groepen, of dat nu op de arbeidsmarkt of in het onderwijs is. Die vraagstukken die willen we oplossen, maar zo simpel zijn de oplossingen nog niet. En ik hoop dat de CER de komende periode dus de plek is waar we in alle openheid met elkaar kunnen nadenken. Wat zijn nou de meest kansrijke oplossingen? En we hebben niet allemaal de wijsheid in pacht. We hebben hier elkaar echt bij nodig, omdat niemand het meer alleen kan oplossen. Maar we willen uiteindelijk de problemen voor heel veel mensen op de arbeidsmarkt, in de samenleving, willen we oplossen, zodat we de toekomst met een beetje hoop en perspectief tegemoet kunnen gaan. Dat is ons doel en daar werken we iedere dag aan. Dus dan moet je impact van je adviezen zien te borgen en daar gaan we voor.